De stichting Buurtwerk Latour, Stibula, heeft gisteren in verband met Dag van het Gezin een UTSN-twinningproject afgesloten. Het betrof een programma voor jongeren van 11 tot en met 24 jaar die wonen in Paramaribo, Zuidwest. De jongeren hebben onder deskundige begeleiding zichzelf ontdekt en ontwikkeld in diverse podiumkunsten. Volgens Percy Amstelveen, partner van het UTSN-project, is de kiem van dit project gelegd bij zijn organisatie van Yabé. Anini Finitsjaan, vertegenwoordiger van minister Justitie en Politie Kenneth Amoksi, zegt dat dit project dicht bij het hart van de bewindsman ligt. Van Yabé heeft dit project geschreven en wij zijn na het schrijven van het project gaan zoeken naar een partner. Ja, we wilden een partner hebben in een buurt, een kinderrijke buurt en vooral een kinderrijke buurt met kansarme kinderen. We wilden niet naar Noord ergens waar er miljonairs zijn en noem maar op, ik ken die wijken. We wilden een wijk hebben waar kinderen die over het algemeen niet aan bod komen, soms worden overgeslagen, de kans zouden hebben om in dit project zich te ontwikkelen op het gebied van cultuur, cultuur, muziek, zang, drama. Een duurzame activiteit dat goed is om de geest te ontwikkelen en te bevorderen. In plaats van dat ze zich bezighouden met andere activiteiten die ze op het verkeerde pad kan brengen. Iets waarmee je een zakcentje kan verdienen en ook iets dat goed is voor de ouders. Om tot rust te komen, wetende dat hun kinderen goed aan handen is. Deze kick-off maakt de minister dubbel blij, ook vanwege het feit dat hij gediend heeft als ressortcommandant op het politiebureau Latour en een wezenlijke bijdrage heeft mogen leveren bij de totstandkoming van een goed milieu. Stibula's bestuurslid Rubia Berghout zegt dat expressie zeker bijdraagt aan de ontwikkeling en vorming van onze jeugd. De jongeren zijn vanaf maart 2020 wekelijks getraind en mochten ook kennis maken met professionals uit de kunst- en cultuurindustrie. Een onderdeel van het project kan nu worden voortgezet, zegt Berghout. Want het project dat de afgelopen 2 jaar heeft gedraaid, dat mogen we voortzetten. Tenminste het muziekgedeelte, we hebben een partner daarvoor gevonden en het ministerie van Justitie die gaat dus ondersteunen dat we de muzieklessen kunnen voortzetten. Het is dus sustainable gemaakt van een project dat we de afgelopen 2 jaren hebben gedaan hier in Stibula en waarvan u het resultaat ziet. De dans- en theaterlessen die gaan uiteraard ook gewoon door, omdat als je die jongeren eenmaal enthousiast gemaakt hebt, dan moet je ze ook bezig blijven houden en blijven vormen. Stibula timmert al 55 jaar, 55, langer dan 55 jaar aan de weg. En we hebben zoveel mooie momenten gehad en zoveel mooie jongeren die zijn opgegroeid. En leuke, geweldige, invloedrijke, maar ook nog voorbeeldige mensen zijn geworden in de maatschappij. We hebben vandaag daar net eentje gezien. Maar we zijn ervan overtuigd dat in de groep die er nu in de zaal zit, nog een heleboel andere jongeren zijn die over 5 of 10 jaar hiervoor zullen staan en hun verhaal met ons zullen delen. Stibula is blij dat zij een wezenlijke bijdrage kon leveren aan het helpen goedkeuren en uitvoeren van het talentontwikkelingsproject voor de kinderen en jongeren van Paramaribo Zuidwest.